Ja, Anouar, dat moet hard aankomen. Ja, zeker. Dit komt zeker hard aan. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Veel kansen gecreëerd, goed gevoetbald. We zijn veel doorheen gekomen. En dan maak je 1-0, maak je 2-0. Dan zie je dat we de tweede helft nog meer kansen krijgen. Ja, dan moet je dan afmaken. En dat gebeurt dan niet. Na de 2-1 kun je eigenlijk zeggen, gingen jullie teruglopen? Nee, toen de 2-1 was, kreeg volgens mij ook nog kansen. Dus volgens mij nog met Abu Bakr die dan een lege goal gewoon eroverheen schiet. En Erik nog een kopbal. Dus je hebt kansen zat gekregen, ook toen de 2-1 stond. Dus dan gaan ze erin en dan weet je dat hij dan, zeker aan het einde kregen ze nog een paar corners, dan weet je dat hij misschien erin kan vallen. En uiteindelijk gebeurt het ook. Jullie geven de hele wedstrijd niks weg. Ik geloof dat ik één afstandsschot heb gezien en dat was het. Jullie schieten een keer tegen de paal, een keer tegen de lat. Het zit niet mee. Jullie hebben die wedstrijd helemaal in handen. Maar dan roep je toch op jezelf af, want jullie lieten daarna wel duidelijk merken dat er nog wat te halen viel bij jullie. Ja, nou dat vond ik niet. Ik vond echt dat we best een goede wedstrijd hebben gespeeld vandaag. Alleen als team moet je gewoon de kans afmaken. Dat is denk ik cruciaal in deze wedstrijd geweest. Ik denk Sparta veel lange ballen gespeeld. Maar wij hebben echt goed gevoetbald vandaag. Alleen jammer dat we 3 punten niet hebben. En we hebben kansen gecreëerd. Kansen zat. Dus het had zo 1-4, 1-5 kunnen zijn. Maar oké, 0-2 is de wedstrijd ook gespeeld. Tuurlijk. Dan moet je ook gewoon volwassen en professioneel zijn, dat je het gewoon kan uitspelen. Alleen, je weet, als je kansen krijgt en je maakt ze niet, dan weet je dat hij aan de andere kant kan vallen. En dat mag niet gebeuren. Tot die wedstrijd, tot die 1-0 zeg maar bijna, alles liep. Jullie waren baas op het veld, de ballen werden goed gespeeld, jij hebt het middenveld. Dat vond ik ineens ontbrekend na die 2-0. De ballen werden maar naar voren getrapt, jullie sloten niet meer aan. Het was voor mij duidelijk, de kwestie van aftellen was. En dan worden het lange 10 minuten kwartier. Ja, tuurlijk na 2-0. Het staat ook 2-0, hè, dus dan weet je dat een ploeg een soort klein downtje krijgt van oké, het staat 2-0 en het kan niet meer, hè? Het kan niet meer verkeerd lopen. Maar dan krijg je nog kansen en dat is zo cruciaal. En als team hebben we gewoon gefaald vandaag. Maar laten we ook wezen, jij moet dat ook gevoeld hebben toch in het veld? Dat je op een gegeven moment dacht van potverdorie, we geven het uit handen. Nou, ik dacht meer van potverdorie, het moet 4-5-0 staan. Dat was mijn gedachte. En natuurlijk, we trainen erop om doelpunten te maken, hè? Veel afwerkvormen. Alleen, jammer genoeg was het vandaag niet zo. Net na afloop in de kleedkamers, hebben jullie elkaar even goed de waarheid gezegd? Ja, maar goed, kijk, we zijn een team en natuurlijk spreken we elkaar aan. Alleen, we doen het samen en vandaag hebben we het ook samen gedaan. En het is niet gelukt vandaag, maar het spel was goed. Dat vond ik was goed en daar kunnen we wel mee doorgaan naar volgende week. Daarom is het nog zo extra jammer, hè? Je hebt nog goed gevoetbald en je hebt uiteindelijk niks. Nee, klopt. Dit voelt wel als een verlies, ja.